Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Het is een merrie met een edelhoofd. Merrie die wat rasuitstraling betreft iets lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Ook wat minder onderhals mag hebben, wat meer behang mag hebben. Merrie die sterk gebouwd is. Positief aan de bouw zijn de bovenlijn, goede kruisligging en een horizontale romprichting. Voor het moderne zou het voorbeen wat langer mogen zijn. De merrie beschikt over goede kwaliteit beenwerk. De stap is actief en ruim met lichaamsgebruik. In de draf toont ze een goede beentechniek, maar blijft ze in een hoog ritme draven en zou ze meer gedragenheid mogen tonen. Ze blijft wat op de voorhand lopen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 1, she is accepted in the studbook with a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een merrie met een fraaie voorhand, edelhoofd, mooie
lange hals, lichte hoofd-halsverbinding, veel behang. Merry die in de bouw in het middenstuk wat sterker zou mogen zijn. Is wel een langgelijnde merry. Merry beschikt over droog beenwerk. De stap is actief. Sluit voldoende aan. Zou misschien iets meer lengte mogen hebben. In draf toont de merry een heel krachtig achterbeengebruik. Daarbij ook een heel mooi voorbeengebruik. Deze merry wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 2, she is accepted in the studbook and declared star with the second premium. Super. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Het is een grootramige merrie met een lang voorbeen. Merrie met voldoende rasuitstraling. In de bouw is ze erg week in de aansluiting van de lendenen naar het kruis. Ook het kruis is erg afhellend. Dus in bouw zou ze sterker mogen zijn. Beenwerk zou wat meer kwaliteit in de spronggewrichten mogen tonen. De stap zou wat meer zuiverheid mogen tonen. En in draf zou ze het achterbeen krachtiger onder de massa mogen zetten. Helaas is de bouw en de stap vandaag niet toereikend om opgenomen te worden in het stamboek. Dus de merrie blijft veulenboek. Number 3. She is not accepted in the studboek.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Een royaal ontwikkelde merrie met een imponerende voorhand. Goede bovenlijn. Merrie die over veel halslengte beschikt. Merrie die heeft een iets sabelbenig achterbeen. En we hebben een bemerking op de bouw van het linker spronggewricht. Merrie heeft grote hoeven. In stap mag ze overtuigender zijn. In draf zou ze meer met de schoft omhoog mogen lopen. Draaft ze wat in een hoog ritme. Vanwege de kwaliteit van het beenwerk kunnen we deze merrie helaas vandaag niet opnemen. Result of number 4. She is not accepted in the studbook. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Een langgelijnde merrie met veel front. Merrie die beschikt over een goede bovenlijn, goede schoft schouderpartij. Merrie die heeft droog beenwerk, een goede horizontale romprichting. De stap die sluit aan is voldoende ruim. De draf heeft ze voldoende balans, heel makkelijk draven. Zou misschien nog iets meer door mogen treden met het achterbeen. Maar al met al goed voor stamboekopname en sterfverklaring met een tweede premie. Result of number 5. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie met veel rasuitstraling, veel expressie in het hoofd. Merrie met een lange hals. Merrie die in de bouw wat geslotener zou mogen zijn in de bovenlijn. Ook wat opwaartse gebouwd mag zijn. Wel voldoende lang gelijnd is. Merrie die voldoende kwaliteit beenwerk heeft. De stap die sluit goed aan, is takmatig en voldoende lichaamsgebruik. In draf toont ze een goede beentechniek. Met name als ze in een wat rustige tempo wordt voorgesteld, maakt ze de passen beter af. Deze merrie die wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 6. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium. De uitslag van catalogus nummer 7. Een 18-jarige merrie, toonbeeld van duurzaamheid. Merrie die in een uitstekende conditie wordt voorgesteld. Merrie met voldoende rasuitstraling, met een hele correcte, sterke bovenlijn. Merrie met ook droog beenwerk, correct gesteld beenwerk. De stap is takmatig en ruim. De draf is voor haar leeftijd ook nog prima. De merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Result of number 7. She is declared star with a second premium.
Goed. Nummer 8. Een merrie met voldoende expressie in het hoofd. We zouden de halsvorm graag iets fraaier zien. Ook de aansluiting van de halsschoft naar de rug zouden we graag wat vloeiender zien. De merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn die wat meer bespierd mag zijn. Het kruis zou minder hellend mogen zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, maar het achterbeen is erg sabelbenig gesteld en ook week gekoot. De merrie stapt met veel lengte en voldoende lichaamsgebruik. In draf toont ze een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou ze meer tot dragen mogen komen. Vandaag wordt deze merrie niet geprimeerd, maar bedankt voor de presentatie. Result of number 8. She doesn't get a premium today. Dan de uitslag van catalogus nummer 9. Een grootramige merrie met veel rasuitstraling, veel behang, veel expressie in het hoofd. Een goed gestelde hals. Merrie die in bouw wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ook het kruis zou iets meer lengte mogen hebben en iets minder hellend mogen zijn. De merrie beschikt over goede hoeven, voldoende kwaliteit beenwerk. De stap heeft voldoende lengte, is takmatig. Zou het voorbeen iets rechter naar voren mogen plaatsen in twee sporen. De draf zou de merrie meer ruggebruik mogen tonen. Het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen, waardoor ze meer tot oprichting kan komen. Deze merrie krijgt vandaag vanwege de fraaie rasuitstraling en de stap een derde premie. Result of number 9, she gets a third premium.
Dan de uitslag van catalogus nummer 10. Merrie, een rassige merrie met een fraaie voorhand. Merrie die iets sterker in het middenstuk zou mogen zijn. Merrie heeft een goede conditie. Merrie zou ook wat meer schoftontwikkeling mogen hebben. Beenwerk is voldoende droog. De stap is actief. In draf zouden we graag wat meer zweefmoment willen zien. Ze mag wat meer in verbinding lopen. Wat meer ruggebruik tonen. Vanwege de fraaie rasuitstraling en de goede stap krijgt ze een derde premie vandaag. Result of number 10, she gets a third premium. De uitslag van catalogus nummer 11. Een rassige merrie, veel behang, veel expressie in het hoofd, een voldoende lange hals. Merrie die
wat achter het schoft wegvalt, wel een sterke bovenlijn heeft. Kruis zou wat langer mogen zijn. Beenwerk is voldoende droog. De stap is de bottleneck van dit paard. Dan zou hij meer takt mogen tonen en meer ruimte, meer lichaamsgebruik mogen tonen. De draf is makkelijk met een krachtig achterbeengebruik. Maar de stap maakt dat deze merrie vandaag niet geprimeerd wordt. Result of number 11. She doesn't get a premium today. Because of the quality of the walk. De uitslag van catalogus nummer 12. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Zou voor het mooie iets meer neklengte mogen hebben. Waardoor hij iets meer kap krijgt. Merrie die een voldoende sterke bovenlijn heeft. Een iets modernere opdruk zou mogen hebben. Het beenwerk zien we graag wat droger. De merrie waardeert zich op in beweging. Stapt met veel vlijt. En in draf draaft ze krachtig met veel balans en een mooi gebruik van het voorbeen. Ze krijgt vandaag geen uitnodiging. De bewegingen zijn uitstekend. Alleen in type en bouw en beenwerk zou ze hoger moeten scoren om voor een tweede bezichtiging in aanmerking te komen. Dus bedankt voor deze presentatie. Number 12. She doesn't get an invitation for a second round. The movements are very good.
but the racial type and the confirmation and the legwork is not sufficient for another round. De uitslag van catalogus nummer 13. Een merrie met een zeer fraaie voorhand, een mooie heldere blik en een trots voorkomen. Merrie die qua bouw sterker mag zijn in de aansluiting naar het kruis. En ook het kruis zien we graag wat minder hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De merrie stapt goed, voldoende door het lijf en voldoende lengte en takt. In de draf toont ze voldoende beentechniek, zou daarbij iets meer ruggebruik mogen tonen, nog iets meer oprichting mogen tonen. Deze merrie die wordt vandaag niet uitgenodigd voor een tweede bezichtiging, maar wel bedankt voor deze presentatie. Number 13 is not invited for a second inspection today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een merrie met veel front, waardoor ze veel rasuitstraling heeft. Merrie die we in de bouw graag sterker willen zien in het middenstuk. De merrie die valt wat in drie delen. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. Stapt krachtig met veel lichaamsgebruik. De draf heeft ook veel afdruk en veel vermogen. De merrie die krijgt ondanks haar goede bewegingen geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Daarin komt ze in de bouw tekort. Wel bedankt, want we hebben genoten van deze super bewegende merrie, Kroonmerrie. Nummer 14. She doesn't get an invitation for a second inspection. She has excellent movements, but the confirmation had to be better for a second inspection today. We komen hiermee aan het einde.